Heerlijk om na zo'n zaterdag een trainingsvisie te doen, Bert. Ja, we hebben ook wel eens andere avonden gehad, Piet. Dus inderdaad, gelukkig. Ja, zeker. Je staat hier alweer apennuchter voor de microfoon. Ja, natuurlijk. Gisteren nog een beetje uitgedut, om het zo maar te zeggen. Maar alweer vrij snel bezig gaan met de wedstrijd van aankomende zaterdag. Ooit als trainer iets mooiers meegemaakt, iets uniekers? Oh, dat is een gevaarlijke vraag hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook met zwart-wit uit bij VVOG geweest ooit. En die 1-1 was misschien nog wel imponerender dan de 0-6 van afgelopen zaterdag. Ik moet zeggen, de vreugde en vooral de mooie emotie toen van de zwart-wit supporters was ook wel indrukwekkend. Maar voor nu is dit ook heel schitterend natuurlijk wat er zaterdag gebeurd is. Wat ik zaterdag aan het begin van de wedstrijd zag, toen stonden we eigenlijk al gelijk met 1-0 voor. De spelers van DVS naar elkaar toe. Als een team toen al fungerend en VVG liep wat verdwaasd rond. 1-0 was het toen al, Bert. Nou, ik denk dat het belangrijkste was dat we de TOS wisten te winnen. Want daardoor konden we een kant kiezen. We weten gewoon dat ze graag de tweede helft naar de kantine toe spelen. Dus dat had Dennis goed gedaan. En dan voel je al een beetje, oké, die zit in de knip. Maar je zag inderdaad wel dat onze jongens elkaar opzochten. En nog een keer een beetje gek in de kop maakten van wat er ook gaat gebeuren. We willen hier vandaag winnen. En op een aantrekkelijke manier, zoals ik vorige week aangaf. Wat goed bekeken van jou, want Laurens Sloot, de verslaggever van VVRG, met wie ik samen voor Radio Nunspeet verslag gaf van deze wedstrijd, die zei precies hetzelfde. Hij zei, DVS, kies de goede kant. Ja, ik loop al een poosje mee natuurlijk. En je weet van alle clubs waar ze graag naartoe spelen. En dat is altijd naar de kantine toe. Omdat je in de tweede helft, als je wat moet forceren, krijg je publiek erachter. En dan heb je nu een beetje het geluk dat je die TOS wint. Dus dat is prima gedaan. Ik had het al over die lichaamstalen en vanaf begin december hebben jullie een gemiddelde van 4,5 doelpunt per wedstrijd. Dat doet me herinneren aan Ajax in zijn gouden tijden. Dat was gewoon volkomen normaal. In 5 wedstrijden 22 doelpunten. Dat is wel een hele prakkie doelpunten bij elkaar, Bert. Ja, dat is wel een pittige vergelijking hoor, Piet, moet ik eerlijk zeggen. Het is mooi dat we zoveel doelpunten maken. Maar goed, je bent trainer van een heel team. En wat mij heel erg goed bevalt is dat we de deur achter ook dicht houden natuurlijk. Want wederom geen doelpunt tegen. En dat geeft aan hoe je als team staat. En daardoor, als je als blok, als team goed staat, kun je aanvallend veel meer uitrichten. En als je goed hebt opgelet, en dat heb je vast wel gedaan afgelopen zaterdag. Volgens mij heeft hun keeper geen één redding kunnen doen. Alles ging er ook meteen in. Ja, het was inderdaad 100%, ja. Intrinsieke motivatie, dat vind ik wel een woord dat past nu bij deze groep momenteel. Ja, het is absoluut geen probleem om jongens op training te krijgen, jongens op wedstrijden scherp te krijgen. Ze hebben elkaar goed gevonden nu, het gevoel is goed. Ik kan bij wijze van spreken in de bus blijven zitten en dan doen ze nog steeds hetzelfde en ze helpen elkaar ook enorm. En eerlijk is eerlijk, dat was in het begin van het seizoen was dat moeizamer, maar nu lijkt het automatisch te gaan, maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet iedere wedstrijd weer opnieuw dat opbrengen. En iedere wedstrijd, daarmee geef je al gelijk een bruggetje richting Harkema op einde. De Harkemaarse boys, ja, de Harkieten, ja, die kwaliteiten die weten wij, maar we hadden hier wel toen met 6-1 moeten winnen. Ja, als je de kansberekening hanteert, zeer zeker. Maar dat deden we niet. En dat deed toen heel veel pijn natuurlijk. Dus dat betekent dat we aankomende zaterdag, met het gevoel wat we nu hebben, ja, zijn we natuurlijk wel klaar voor om daar wat revanche te halen op de eerste wedstrijd. Ja, hoe zie je zo'n wedstrijd? Heb je ASWH Harkemaarse Boys al bekeken? Ja, ik heb de samenvatting gezien en Freek Witteroot is er natuurlijk geweest. Dus die heeft weer fantastisch huiswerk gedaan. Dus daarom breekt het nooit aan. Die heeft me goed bijgepraat inmiddels. Maar goed, het blijkt ook zo. Harkema thuis is lastig. Fysiek sterke ploeg natuurlijk. Gaan ook voor elkaar door het vuur. Maar ja, op dit moment vind ik gewoon dat wij voetballend vrij dominant zijn, om het zo maar te zeggen. En dan moeten wij in staat zijn om van Harkema te winnen. Ja, en zeker die flow waar ze nu in zitten. Hoe ben je van plan om die vast te houden of in de bus blijven zitten? Ja, nou ja, goed. Kijk, je moet geen nieuwe dingen gaan doen. En als een speler, als hij het gevoel heeft dat het heel erg goed gaat, dan wil hij nog wel eens buiten zijn taken om andere zaken gaan doen. En dat zag je ook zaterdag in de tweede helft, de eerste 10 minuten. Hielpen elkaar niet voldoende, maakten we in balbezit even wat andere keuzes. En dan loopt het even niet en dan krijg je wat irritatie. Ja, gelukkig wist ons snel te herpakken. Dus dat betekent dat je iedere keer datgene wat je moet doen, dat moet je er gewoon heel goed doen. En als je dat blijft opbrengen en je wint wedstrijden, dan houdt iedereen zich daar ook aan. Heb jij ook het idee dat die spelers van VVG vanavond allemaal bij de opticien zitten? Want ik las in de Stentor iets van...
Ja, ik zag, ik denk dat Arie Tempel een bedrijf in Harderwijk gaat beginnen als opticien. Maar ja, weet je, dat zijn teksten voor de verslaggever zelf natuurlijk. Ik vind, wij hebben respect voor de club VVOG. We hebben respect voor de spelers en supporters van VVOG. Ja, nu zitten wij een keer aan de goede kant. En de laatste wedstrijd van het seizoen zullen we zien hoeveel pijn dit gedaan heeft bij hun. VV06, dat was ook wel humor van de bovenste planken. Ja, ik heb wat nodig voor humor voorbij zien komen. Vandaag stuurde iemand ook mijn appje. Ja, het is de windkracht van 0 naar 6 vandaag. En het gaat maar door. En ja, maar weet je, dat hoort er een beetje bij, de supportersgedrag. Mensen die elkaar via bedrijven kennen. Wij zijn op dit moment natuurlijk hartstikke druk bezig met Harkema. Een stuk of 12 appjes gehad, Bert? Ja, dat was onwaarschijnlijk. Nee, het waren 467, ja. 467? Ja, dat is echt heel bizar. Ik was zondagmiddag om 5 uur klaar, ja. Ja, wat kan een mens toch hoogtepunten en dieptepunten meemaken? Hoewel, ja, dieptepunten, maar zeg maar in high in the sky en dan opeens weer met beide voeten op de grond en moeilijkheden, et cetera. Maar nu zitten we er heerlijk in de flow. Ja, nou ja, goed, als je doet op de periode voor de winterstop ben ik rustig gebleven. En nu doe ik ook niet gek hoor, wat dat betreft. Ik weet gewoon hoe de voetballerij werkt. Maar het belangrijkste is dat de jongens weten wat er gevraagd wordt. En ze geloven in hetgene wat we nu van plan zijn om te doen. We willen doorstomen naar die top. Nou, dan moet je iedere week dit in ieder geval kunnen brengen. We hebben een fantastische bank natuurlijk. Dus wat dat betreft kunnen we nog de nodige successen gaan boeken. Ik zou zo zeggen, Bert, ga zo door. Gaan we doen, Piet.